Een leuk spelletje voor tussendoor, dat maar een kwartiertje duurt, is Gravity Superstar. Eentje voor 2 tot 6 spelers, dat met de hele familie gespeeld kan worden. Gaat heel vlot. Eh, wel een beetje rekening mee houden, het kan zo met kinderen vanaf een jaar of zeven, maar er zitten ook wel redelijk wat pestele mensen in. Dus daar moeten de kinderen natuurlijk ook wel tegen kunnen. Een beetje rekening mee houden, voor sommige volwassenen misschien ook. Het spel draait ermee eigenlijk om dat we zoveel mogelijk sterretjes willen gaan eh, verzamelen, want die brengen punten op op het einde van het spel en uiteraard de meeste punten die wint. Um, wat we in het spel gaan doen. Mijn mannetje heb ik nu hier op het spel gebracht. De volgende speler gaat bij dat staafje zijn speler op het bord moeten zetten. En ik mag eigenlijk één van mijn kaartjes spelen. Um, bijvoorbeeld als ik deze speel, dan spring ik omhoog en ik doe een stap opzij. De sterren die ik dan tegenkom, die mag ik bij mij nemen. En daarna val ik eigenlijk naar beneden. Als ik niet op een platform sta, zoals in dit geval. Dus hop, helemaal naar beneden. Dan kom ik ook nog deze ster tegen. Dus die krijg ik ook. Op het einde van het spel is dus alle sterren een punt waard. Heb ik van uh, een kleur bijvoorbeeld heb ik twee groene, dan krijg ik nog een bonuspunt. Hè. Voor elk setje van twee krijg ik nog een bonuspunt. Het spel... Speelt zich trouwens niet altijd af in dezelfde oriëntatie. En bijvoorbeeld als ik deze rode kaart hier speel, dan mag ik mijn mannetje een slag draaien. Wederom dan hetzelfde principe. Ik val naar beneden naar het volgende platform en ik pik weer een aantal sterren op. Kan ik op een andere speler landen of die raken op mijn weg naar beneden, dan wordt die van het bord gekieperd en moet die volgend spel weer een actie spenderen om in het spel te komen. En daar zit dus wel een beetje het pestelement van het spel. Um, want je kan heel makkelijk iemand ervan afduwen en die dus een actie ontzeggen. Op het einde van het spel de meeste punten is gewonnen, en dat speel je op een kwartiertje in Gravity Superstar. Wekelijks maken we nieuwe content. Maar naar welk spel kijk jij nu uit? Laat het ons zeker weten in de comments.